mijn lieve dames. De komende maand mei gaan we een thema centraal stellen in de community, waar ik heel erg blij mee ben dat jullie het hebben uitgekozen als belangrijkste thema om eens aandacht aan te besteden in de poll die we een paar weken geleden hebben gehouden. En dat is het thema leren luisteren naar je lichaam. En ik ben heel blij dat jullie dat als favoriete thema hebben uitgekozen, want er valt namelijk heel erg veel over te vertellen over dit thema. Het is een thema namelijk wat meerdere lagen heeft. En de eerste laag, daar ben ik al heel vaak tegen aangelopen door vrouwen die mij vroegen van: goh Marjolein, voor hoeveel personen zijn jouw recepten eigenlijk? Of hoeveel mag ik eigenlijk eten? En iedere keer, eerlijk gezegd, word ik daar altijd een heel klein beetje verdrietig van. Als vrouwen mij vragen van: Marjolein, hoeveel mag ik eigenlijk eten? Of zijn deze recepten voor 1 of 2 personen? Omdat dat eigenlijk aangeeft dat ze zelf niet goed meer kunnen voelen in hun lichaam hoeveel voeding hun lichaam nodig heeft. Dat ze eigenlijk dat contact, dat leren luisteren naar hun lichaam, dat ze dat kwijt zijn. Nou, misschien geldt dat voor jou ook. En daarom dat ook aan deze eerste laag, zeg maar, we deze maand aandacht gaan besteden. Want ik heb een hele mooie masterclass voor je klaarstaan. Die zal ik de komende maand bij je onder de aandacht brengen. Hè, waardoor je dat gevoel in ieder geval weer een beetje wakker kunt schudden. Maar zoals ik al zei, er zitten meerdere lagen in dat thema leren luisteren naar je lichaam. Want als ons lichaam chronische klachten heeft. Dus misschien heb jij last van, ik noem het maar wat, artrose of heel veel hoofdpijn of migraine of maar misschien ook dingen als rugpijn of eczeem of nou, noem ze maar op. Eigenlijk zijn dat allemaal signalen van ons lichaam, waarbij ons lichaam ons steeds vraagt om naar binnen te gaan en te leren luisteren naar ons lichaam. Maar dat zijn signalen van ons lichaam die om aandacht vragen. Maar we leven in een samenleving waarin we steeds maar weer geleerd hebben om naar buiten te gaan en daar een oplossing te zoeken. Bij de huisarts, een pil of misschien zelfs een operatie, dat zou ons daar dan van af moeten helpen. En daarom ben ik zo blij dat we dit thema deze maand centraal kunnen stellen. Want soms leggen we wel de link. Bijvoorbeeld als je hoofdpijn hebt, kan het bijvoorbeeld zijn dat je ook tegen jezelf zegt van: oh ja, maar ik heb het ook wel heel erg druk gehad. Of ik zit ook in een stressvolle periode. Of ik heb me vandaag gewoon te druk gemaakt. Of bijvoorbeeld bij een hoge bloeddruk weten we vaak ook nog wel de link te leggen. Met dat we te veel stress hebben. Maar wat moet je met een klacht als, ik noem maar even iets, een hernia of rugpijn? Nou, iemand die ons daar alles over kan vertellen is onze eigen Isabel. En ik ben dan ook heel blij dat ik haar bereid heb gevonden om deze maand een webinar voor ons te verzorgen. Dat gaan we samen doen. Dus we gaan samen, ik geloof op 19 mei, maar ik laat het jullie zeker van tevoren weten, gaan we dit onderwerp leren luisteren naar je lichaam uitdiepen. Want uit eigen ervaring kan Isabel daar gewoon ons heel erg veel over vertellen. Nou, ik ben nogmaals heel blij dat ze dat voor ons wil doen. Verder hebben we een prachtig boek gevonden wat ik deze maand ook bij je onder de aandacht wil brengen over dit thema. Wat je zeker kan helpen als jij het gevoel hebt van: oh, ik zou hier echt wel nog wat meer over willen weten. En uiteraard heeft Eva weer heerlijke lenterecepten voor ons gemaakt. En hebben we zelfs een heel weekmenu voor jullie klaarstaan. Dus ik zou zeggen, we gaan er een hele mooie maand mei van maken, waarin we allemaal, en dat geldt ook weer voor mezelf, toch weer eens even stilstaan bij: wat wil mijn lichaam me nou eigenlijk vertellen als het bepaalde boodschappen uitzendt? Nou, ik ben ervan overtuigd dat het je heel erg veel waarde zal geven deze maand. En ik ben heel blij dat je in de community zit en dat je hier aanwezig bent. En we gaan er weer een mooie maand van maken.